Voordat de echte opnames beginnen, wordt er vanmorgen eerst nog een paar keer gerepeteerd. En dat is geen overbodige luxe, want het maken van een lipdub is best ingewikkeld. Het is een heel gedoe inderdaad. Ja, het is eerst, de eerste dag kom ik bij hun om de lipdub te gaan bedenken. Wat gaan we nu doen? Welke ruimte gaan we gebruiken? De tweede dag is weer oefenen en dan ook echt droog oefenen zonder muziek. Heel technisch met de camera erbij. En dan pas op het eind van de ochtend opnemen. Ja, we gaan beginnen! Tonight, tonight! De leerlingen hebben een flinke vinger in de pap. Ze hebben alles samen bedacht. Ik ben uitsmijter. Wat moet je dan precies doen? Ik moet de cameraman eens tegenhouden. En dan moeten we later de DJ's helpen en dan moeten we iemand uit de discotheek gooien. Ik moet hip-hop doen en ik moet een beetje bij de bar staan, een beetje bier drinken. Bier drinken? Ja. Nep toch? Ja. Elke leerling heeft een rol, van de kleuters tot groep 8. En ook de onderwijzers doen mee. En alle ruimtes worden gebruikt, inclusief het schoolplein. Ik zei ook van, ik wil best een lipdub maken, maar dan wil ik eigenlijk gewoon dat elke groep gewoon hun eigen creativiteit gebruikt. En dat is ook echt goed gelukt. Na 3 keer oefenen wordt de definitieve versie opgenomen. En dat gaat van een leien dakje. De opnames eindigen voor de school. Als alle lipdubs zijn opgenomen, worden ze gepresenteerd in het Baron Theater in Opende.